Dus op deze kerstmarkt is er eigenlijk voor ieder wat wils. Ja, dat kun je wel zeggen. Sowieso hebben we wel 50 muzikanten rondlopen. En er is ook een kunst- en kerstfair in de Bonifatiuskerk. Het is een oude gerestaureerde kerk. Dat is ook prachtig, ook in dikke stijl. En hoe hebben jullie dit evenement eigenlijk mogelijk gemaakt? De Stichting Evenementen Medeblik, die organiseert dat. Ja, hallo, Scrooge is de naam. Kunt u niet wat vertellen over uzelf? Hallo. Ja, natuurlijk. Scrooge van Scrooge en Marley, wel bekend. Hier in de omgeving en in de streek. Ja, gezond. Bent u een geliefd persoon? Ja, natuurlijk ben ik een geliefd persoon. Ik heb het altijd heel goed geregeld. Ik ben goed voor de mensen. Ik heb een goed hart. Ik heb altijd wat voor de mensen over, natuurlijk. Ja, dus, Ik heb wel eens gehoord dat u een beetje gierig bent. Zo, is dat zo? Is dat zo? Ja? Wie houdt hier de economie gaande? Scrooge en Marley, ja? We hebben het... En wat doet u hier op de Dickensdag in Medemblik? Wat ik hier op de Dickensdag doe? Nou, zoals altijd gewoonlijk, hè? Mijn werk. Ja, ja, ja. En met name vanavond is dat bijvoorbeeld de opcenten ophalen en natuurlijk ook een beetje de economie stimuleren. Hè? Dat geld moet rollen, nietwaar? Kunt u uitleggen waarom Dickensdag in Medemblik zo'n leuke dag is? Nou, de sfeer zit er meteen in. Als mensen komen op die Dickensdag, dan is het je gedraag je anders. Er is meteen reuring, gezellig, omdat je dan mensen verkleed ziet, dan moet je al om lachen. Dus volgens mij, omdat je dat leuk vindt, ben je automatisch ook leuker tegen andere mensen.